Rosebel Goldmines heeft naar eigen zeggen tal van preventieve maatregelen getroffen om verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. Ondanks deze maatregelen zijn 2 medewerkers positief getest. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. De positief geteste werknemers hadden geen symptomen bij aankomst. Onmiddellijk na de bevestiging van de positieve test is in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een contact tracing onderzoek gestart. Personen die in contact zijn gekomen met de besmette werknemers worden geïsoleerd. De werknemers en de vakbond zijn geïnformeerd over de situatie. Rosebel benadrukt dat bij elke beslissing met betrekking tot positieve gevallen de richtlijnen van het BOG worden opgevolgd. De beslissing van de werknemers en de vakbond bij Rosebel om het werk neer te leggen zal afgehandeld worden volgens de bestaande protocollen en de geldende CAO.